Bijladen. Bijladen. Oh, dit gaat pijn doen. Rennen. Even weer van een veiliger afstand. Ik probeer voor ronde 2. Wild Mail Bronto, level 130. Wauw, geweldige paarden voor onze Betsy, denk ik. Die we vorige aflevering gevangen hebben. Moet alleen even onze vogel veiligstellen. Nadat wij de andere levels hebben uitgeroeid. Want er zit een level 5 in en een level 15. Ik moet even kijken, welke is nou ook alweer? Dat is de 5, dat is de 10. Oké. Jullie gaan eraan. Hoop ik. Die rechter niet. Alleen deze twee linker. Die moet er neer. Jullie moeten neer. Sorry. Auw. Nee, jij niet. Jij wel. Ga neer. Ga neer. Ga leggen. Wow. Nee, 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 nee. Oké, okay, stamina is bijna op. We gaan even verderop even landen. Shit, hoe krijg ik die nou uit elkaar? Aanval nummer 2! Here we go. Bijt ze! Bijt ze! Bijt ze! Oké, dat is... Oh, daar komt een level 130 achter ons aan. Oké, level 5 is ook neer. En weer wegwezen. We hebben er een level bij. Mooi. Melee damage. Ik zei melee damage, ja precies. Oké, hij is boos op ons. We moeten hem even zien af te laten koelen. Misschien ben ik zo ver genoeg. Of kom je achter me aan? Kom je serieus helemaal achter mij aan? Ga je moe van worden hoor. Oké, dan gaan we eens even proberen. Je volgt mij niet, hè? Nee. Om een plekje te vinden. Of zit je daar vast? Nee, je zit niet vast. Maar je bent nog wel boos. Of niet? Kan ik je veilig over? Ik hoop het! Geen piranha's. Uh-oh. Nee, hij is nog wel boos, geloof ik. Hij gaat op kwartje af. Dat is niet verstandig. Kom eens hier. Deze kant op. Goed zo. Word maar boos op mij. Niet op kwartje af. Bijladen. Bijladen. Oh. Dit gaat pijn doen. Rennen. Even weer van een veiliger afstand. Ik probeer voor ronde 2. Oeh. Oeh, recht in je neus. Uh-oh. Auw, daar zit ik vast. Nou, auw. Dat was klap 1. Rennen, 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 rennen. Oh, dat zijn argotavissen, daar wil ik ook niet zijn. Oh, bijladen. Komt, ren dan, ren dan. Ik had eigenlijk op een hoge rots moeten gaan zitten. Zodat ik gewoon kan wachten totdat die uitgeput is. Oh, die was mis. Maar nee, ik moet natuurlijk weer rennen. Weer bijladen. Oh god. Wat is dat dan voor rare lijn? Oh, misschien kan ik je vastzetten achter deze rotsen. Of ga je er gewoon overheen? Oh god. Je gaat er gewoon overheen, hè?
Au! Oeh, dat deed pijn. Ik ga het nog een keer proberen. Dino's en rotsen gaan vaak niet samen. Waarom ren je nou weg? Kom eens terug. Wie ben je nou weer boos? Op mij nog steeds. Oh, daar begint de muziek weer. Rots! Oh god. Niet handig. Auw. Dit wordt een heel gevecht, geloof ik. Ik kan nog wel even gaan duren zo. Uh-oh. Mijn tranquilizer geweer is... Oké, dan moet ik wegrennen. Dan moet ik even zorgen dat ik snel weer een nieuw geweer zie te vinden. Dus even kijken, kwartje? Welke kant was je ook alweer op? Daar is de ingang van de basis van Roy. Ik denk dat ik daar maar even heen ga. En de vlag te zien is dat hier. En dan gaan we daar eventjes bij de... reparatie, neem dat. Bij de crafting... Ah, kamer. Nee. Niks ervan. Zo, dat doen we met Argentavissen. Oké, ik ga even snel mijn geweer repareren en dan ben ik zo weer bij jullie terug. Oké, we hebben een nieuw geweer. Die heb ik bij Roy. Dat is een Den Inject Rifle. Ik kan hem zelf niet bouwen. Dus dit is een eens en nooit weer dingetje, denk ik. Huh? Ik heb hier alleen geen scope op zitten nog. Maar dat geeft verder niet op zich. Brontootje, waar ben jij gebleven? Wow. Wat voor reks ben jij? Een level 5. Oh. Zo, dat was dat. Eens even kijken, als het goed is, dat je een beetje geluk hebt, ben jij de 130? Yes! Oké, ben benieuwd hoe dat nieuwe geweer werkt. Wow. Oh, hij schiet kogel voor kogel af. Het zijn darts, 30 cc en verdovende middelen erin. Hij ligt al! Oké, dat is heel rap. Nou moet ik weer brontospullen halen. Als het goed is, heb ik dat nog op mijn dinootje. Zo terug. Als het al niet lastig genoeg is om zo'n bronto hier op het strand te beschermen, wordt het nou ook nog mistig. Jee, Ark. Eens even kijken, onze taming efficiency is op nu toe nog 100%. Laat ik het geweer even wegdoen voordat ik per ongeluk op de linkermuisknop druk. Dat betekent 64 levens erbij als alles goed gaat. Dan komen we op 194. Dat gaat prima. Ik heb geen narcotics bij me. Ik kan hem natuurlijk eventueel nog een keertje gaan neerschieten met de Den Inject Rifle. Maar ik denk dat dan onze taming efficiency omlaag gaat. Maar goed, ik denk dit gaat aardig snel. Ik sta hier nog een kwartiertje, dus tot nu toe een kwartiertje. Dus ik denk als ik hier nog een uurtje blijf staan, dan is die getamed. Ik denk niet dat ik narcotics nodig heb. Ik heb ze niet bij me. Ik heb wel kwartje hier naartoe gehaald. Kwartje. Mocht ik hulp nodig hebben tijdens het verdedigen, dan hebben we er iemand. In de tussentijd blijf ik die mist haten van Ark. Het wordt ochtend zo te horen aan de muziek. Hey, weet je hier op de grond gaan zitten schijten, maar dat mag niet. Daar staat een boete op. Recht in je knar. Oh, Robin, ben je weer gemeen. Nou zeg. We nemen nog even daar wat van mee. Jeetje, ik dacht dat ik aan 40 wel genoeg zou hebben, maar... Gelukkig heb ik wat extra bij. Het gaat hard. Nog even volhouden.
Woehoe, en we hebben onze Bronto. Bronto Bas. Wauw, kijk Bas is dan. Level 194 maar liefst. Eens even zien hoor. Wat zijn de stats? Oké, health 14.000. Stamina 744, niet slecht. Gewicht, maar valt tegen. Melee 400%, dat is nice. Stamina, oké. Movement speed is 100%, dat is dus niet al te snel. Maar ja, het is en blijft een Bronto. Bas, je gaat mee naar huis. Dan zit Bas weer vast. En het stormt. Bas, waarom zit je nou weer vast? Waar zit je nou weer vast achter? Je kunt die bomen toch omver rammen? Oh, het is een rots. Nou, kom op. Deze kant op. Goed zo, Bas. Doorlopen. Hierheen. En bijna thuis. Als je nou om die rots heen gaat. Die je ziet nu voor je. Als je daar nou omheen loopt. Ga er eens omheen. Zo. Deze kant op Bas. Bas. Meet Betsy. Betsy. Dit is Bas. Blijf maar staan Bas. En meer doet van buis het niet. Hallo. Ja, daar doen we het weer. Nee, toch niet. Wel. Ja. Oké. Bas, Betsy, Betsy, Bats. Als Betsy en Bas nog gaan batsen, dan hebben we er weer een aardig level een ei bij, denk ik. Maar misschien moeten we Betsy eerst eens even gaan levelen. Dat lijkt me helemaal geen slecht idee. Zullen we dat gewoon eens gaan doen? Bas, jij blijft hier. Oké. En dan gaan wij Betsy eens even levelen. Zo, en dan zijn we weer terug van het levelen van Betsy, zullen we maar zeggen. We zijn begonnen met level 114. We hebben intussen level 153 en laten we even naar de stats gaan kijken. We zitten op een dikke 16.000 aan hitpoints. Dat is best wel lekker. Stamina van 1056. Weet hebben we ook wat omhoog gegooid. Niet te veel, maar toch een beetje. Melee damage omhoog gegooid en voornamelijk movement speed, want die dingen zijn hartstikke traag. Ik denk dat we de volgende keer Bas gaan doen. Die hebben vandaag net nieuw, dus die laten we nu even staan. En twee keer hetzelfde is voor jullie ook niet leuk. Hierbovenop gaan we denk ik wat anders bouwen een volgende aflevering. Ik ga eerst terug naar mijn basis, denk ik. Even kijken, daar is Kwartje. En dan gaan we even door naar het volgende onderdeel van de video. Wacht even, T-Bone zit daar vast met zijn dame, met Anja. Even kijken wat daar aan de hand is. Ja, die zitten vast. Nou, fijn. Een ei. Die is voor mij. Kom ik hierop? Kan ik hem pakken zo? Nee. Even het wapen erbij pakken. Misschien dat is wel wat handiger, denk ik. Zo, dan kan ik tenminste richten. Nee, dan zit ik erop.
Dit gaat prima hier. Mag ik dat ei nou alstublieft? Ons eerste T-Rex ei. Nee, dat het inventaris. Ik wil het ei hebben. En hebben ze, we hebben het ei. We hebben het fertilized Rex ei. Oké, nou dit gooit de hele planning een beetje in de war van de opname. Ik wil hier even op, maar ik kom steeds in het inventory. Hoe kom ik hieruit? Zo. Dit brengt het boel even in de war. Dit gaan we even het ei naar ons nieuwe broedhok brengen, denk ik. Dan hebben we gelijke mogelijkheid om die echt goed uit te testen. Alweer. Voor ons Rex-ei. Volgens mij wordt dat ons eerste ei die we daar gaan uitbroeden. Maar ik kan mij vergissen. Even landen hier. Keurige landing. Hoppakee. Gaan we eerst eens even de stroom aanzetten. Hoppakee. Hebben we er nog genoeg olie in zitten? Oh, zat. Daar kunnen we nog aardig mee doen. Nou, het ei hier in het midden neerleggen op de airconditionings. Zo, en dan moet ik even zorgen dat ik op de goede knop druk. Drop item. Dat ik hem niet opeet of zo. Dat zou niet de eerste keer zijn. Oh, dit gaat wel even duren, zie ik. Incubatietijd. Dan gaan wij ons even wat voorbereiden op de volgende fase. Zo, en daar zijn we weer. Oh, je moet nog even van wonder af, toch? Oh, oh, Tibo, wachten. Kalm. Toe even. Disable wonder. Zo, nou. We hebben vlees verzameld. Dat ging best wel rap. Ja, dat duurde niet zo lang dit keer. Veel mee, hè. Even kijken, dan moeten we het allemaal nog naar... hoe zit het met het ei trouwens, zo te zien. Oh, dat duurt nog wel even. Maar het is maar goed dat we even de tijd hebben genomen om het vlees te verzamelen. We hebben aardig wat vlees. En ik moet even overgooien. Hoppakee. Prime meat. Nou, ik denk niet dat dat goed blijft, maar goed. Nou zit ik vol, denk ik. Kan ik lopen nog? Gelukkig. Hoppakee. Nou. We hebben aardig wat verzameld. Dan gaan we zo eens even kijken. Als het ei uitkomt. Wat voor level het is. Wat voor beestje het wordt. Ik ben daar wel benieuwd naar eigenlijk. En dan zie ik jullie zo. Bijna vol. Dat is mooi. Oeh, het is bijna zover. En dan hebben we er een klein T-Rexje bij. Ik heb nog nooit een T-Rexje gekweekt, zeg maar, op deze manier. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet. En ik had begrepen dat er 1, 2 of 3 uit één ei kunnen komen. Nou, heb ik aan één genoeg? Maar we zullen het zien. Ik ben heel benieuwd. Ik heb over namen zitten na te denken, maar ik heb eigenlijk geen idee. Is trouwens aan het begin ook niet belangrijk. Eerst moet je ze even snel gaan inprinten, want anders lopen ze weg, geloof ik. En dan moet er als ze de donder voer in gooien, vlees in ons geval, anders gaat hij ook dood binnen een paar seconden. En het ei is bijna klaar. Nog een paar seconden. Wauw, baby T-Rex, imprint. Geef weer later een naam. Eerst vlees erin. Voordat je doodgaat, vijf. Kun je er maar vijf tegelijk hebben eerst. En hij zakt door de vloer heen. Baby Rex, kom eens deze kant op. Je zit toch niet vast? Oh nee toch. Baby Rex. En ja, onze kleine baby Rex. Oh, kijk dat dan. En waarom zak je door de vloer? Je bent een bijzondere zwevende Rex. Baby Rex. Even kijken hoe is het met je eten. Oh, je eet best snel. Ah, je kunt er al meer bij. 7. Even kijken, hoe zat het ook alweer? Als je 10% dus van het gewicht hebt, dan gaat hij uit de trog eten. Dus tot die tijd moet je het met de hand gaan voeren. Dus je moet er wel een beetje bij blijven. Dit schijnt wel even te duren. Net zoals het ei uitbroeden. Alleen dat ging volgens mij wel sneller dan dat dit gaat. Dit gaat niet snel.
Jezus, wat gaat er aan vlees doorheen? Maar oh, kijk die T-Rex eens. Wat een schatje. Wat heb je mooie amberen ogen. Onze baby T-Rex.